Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo wordt door het vertrek van ziekenhuispersoneel en specialisten steeds gedwongen om bedden op essentiële afdelingen zoals de neonatale intensive care unit te sluiten. Dit stelde Amadou Juliana, voorzitter van het medisch stafbestuur van de ziekeninstelling, op een persconferentie vanmorgen. De arts merkt op dat de ontstaande crisis zorgt voor een afname in kwaliteit van de zorg en pleit voor een crisisteam om de problemen aan te pakken. Dit is noodzakelijk om de minimaal vereiste kwaliteit van zorg dat geboden wordt te kunnen handhaven. De werkdruk voor ons overgebleven personeel is ondraaglijk hoog, wat resulteert in toename van ziekteverzuim en demotivatie. Hierdoor komt de continuïteit van zorg in het geding, wat gevaarlijke gevolgen heeft voor patiënten. Patiënten ondervinden nu al direct hinder en nadelige gevolgen van deze crisis. Wachttijden voor behandelingen lopen op, specialistische zorg is beperkt beschikbaar en het risico op medische complicaties neemt toe door het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel. Het medisch stafbestuur heeft gepleit voor de oprichting van een crisisteam dat de problemen gedetailleerd in kaart brengt en met concrete oplossingen komt. Dit team moet in nauwe samenwerking met de directie, de overheid en andere belanghebbenden tot duurzame plannen komen om de ziekenhuiszorg in Suriname te redden. De tijd dringt. Zonder ingrijpen zullen we genoodzaakt zijn om de zorg verder af te schalen, met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Wat we weten is dat de patiënt bloedt, dus we moeten het bloeden stoppen. En dat betekent dat we nu iets moeten doen dat het aantal verpleegkundigen dat vertrekt, dat we dat terugdringen. Dat betekent dat we de mensen zo snel als mogelijk beter moeten belonen. En daarna, tegelijkertijd, moet er een crisisteam komen om eigenlijk crisisbeleid uit te stippelen voor wat betreft de AZP. Volgens Juliana is het de verwachting dat dit jaar nog meer verpleegkundigen en specialisten zullen vertrekken. De voorspellingen zijn dat er voor dit jaar rond de 180 verpleegkundigen zullen vertrekken.